Vorige week heeft er een verschrikkelijke gebeurtenis plaatsgevonden in ons park. Dat heeft heel veel impact gehad op ons park, onze medewerkers, maar ook op alle mensen die ons een warm hart toedragen. Voor de verdere informatie over wat er die dag precies is gebeurd, verwijs ik jullie graag terug naar de video die daar toen over gemaakt is. Onze andere chimpansees hebben na deze dramatische gebeurtenis wel meegekregen dat deze twee dieren zijn overleden en hebben het rouwproces ook echt goed door kunnen maken. We zagen de eerste dagen vooral dat het heel rustig en timide was, waarbij ons mannetje Kumi vooral zoekende was wat zijn plek nu is. Maar langzamerhand zien we steeds meer dat de rust gestabiliseerd is, dat Kumi zijn plek weet te vinden en het leiderschap van de groep langzaam naar zich toe trekt. En we verwachten dan ook dat in de aankomende dagen, weken, dit steeds meer tot een harmonieus geheel samenkomt. En we weer kunnen bouwen en weer verder gaan met een mooie, zoals we die hebben, chimpansee groep. Wij hopen binnenkort weer open te mogen en weer bezoekers te mogen ontvangen. Dat helpt ons natuurlijk ook in dit proces een plekje te geven en weer verder te gaan. Het is wel zo natuurlijk dat voor iedereen dat anders is. Dus dat de impact, maar ook hoe die daarmee omgaat. Dus we hopen dat iedereen dat zal begrijpen. Om Mike en Caribouna te herdenken, willen we een plek inrichten in ons park waar medewerkers, bezoekers deze dieren kunnen herdenken. Dit zal in eerste instantie een tijdelijke plek zijn, maar uiteindelijk willen we naar een definitieve invulling gaan kijken, waarbij iedereen kan staan bij deze toch iconische dieren voor ons park en de gebeurtenis om het een plekje te kunnen geven. We hebben heel erg veel steun ontvangen van allerlei mensen die betrokken zijn geweest bij het park, bij wat er is gebeurd. En dat heeft ons heel veel goed gedaan. Alle medewerkers hebben daar heel veel steun uitgehaald en helpt ons in de verwerking van dit proces. Daar willen we dan ook iedereen heel erg hartelijk voor bedanken. Want dat geeft aan dat er toch iets verschrikkelijks is gebeurd. Maar mensen ons daarbij willen helpen dat proces te verwerken en dat zelf op die manier ook verwerken. Dus nogmaals dank, dat geeft ons heel veel steun.